En de grote vraag is, wie ben ik? En dan heb ik het niet over mezelf, maar dan heb ik het over deze meneer. En dat is Tim van het Hof van D66, lijsttrekker van D66 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Is je een beetje bekend bij de mensen hier in winkelcentrum De Burgt, waar we dat aan gaan vragen. En natuurlijk ook de vraag, gaat u stemmen op 21 maart aanstaande? Hey, als ik je deze foto laat zien, weet je dan wie dat is? Nee, dat zegt me eigenlijk helemaal niks. Ik denk iemand van de SP. Ja. Nee. Nee, ja, ik weet het niet. Nee. Weten jullie wie dit is? Zou het niet weten. Nee. Ja, Tim van het Hof is dat. Hij is fractieleider van D66 in Breda. Ja, er zijn gemeenteraadsverkiezingen, maar jullie mogen nog niet stemmen, hè? Nee, volgens mij niet. Nee. Nee. Vind ik wel jammer. Ja. Ja, vind je jammer? Ja, vind ik jammer. Ja, ik ook. Ik vraag mijn stem uit. Ja, ik zou eigenlijk ook wel graag willen bepalen wat er hier gebeurt in Nederland. Ik ga altijd stemmen, want anders heb ik niks te vertellen. Ja, dat is waar. Dus, dan moet je achteraf ook geen commentaar hebben, hè, als je niet gaat stemmen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ga je stemmen op 21 maart? Absoluut, ja. Ik vind zeker voor de stad heel belangrijk. Eigenlijk nog belangrijker als voor het land. De stad, de betrokkenheid bij de stad is groter dan de landelijke politiek, vind ik. Gaat u stemmen op 21 maart? Nee. Waarom niet? Ja, ik kijk niet zo gauw tv. Ik ben helemaal niet met politiek bezig, dus... Nee. Maar vanaf welke leeftijd zou dat dan eigenlijk moeten kunnen, vind je? 16. Hoe oud zijn jullie? 15. Ja, zou het nog net niet mogen, maar eigenlijk vanaf... mag het vanaf 16 of 18? Dat weet ik eigenlijk zelf. 18, ja. Wat moeten ze doen voor de stad Breda? Goed voor de stad zorgen, maar ook voor de oudere mensen. Want dat is heel belangrijk. En dat ga ik nu pas inzien, nu ik zelf gehandicapt ben. Wat moet zo'n partij doen voor de stad? Ja, eigenlijk zo breed mogelijk natuurlijk. Aan alles aandacht besteden wat er in de stad leeft en wat er rondom de stad gebeurt. Qua veiligheid, voor de wijken natuurlijk, maar ook voor de sport. Jullie hopen dus op vervroegd stemrecht? Ja. Oké, dankjewel. Ja. Goedemorgen, ik ben Tim van het Hof, fractievoorzitter en lijsttrekker van D66 Breda. En vandaag neem ik jullie mee in het leven van een raadslid. En dan even snel mijn hond uitlaten. Naast de raadslid heb ik ook een baan. Dus daar ga ik nu naartoe. Zo, aangekomen op mijn werk. En na een lange dag op mijn werken begint eigenlijk nu pas het politieke werk. Dus even snel naar huis, snel een hapje eten en dan nog even snel voorbereiden. En dat doen we door stukken te lezen, mails te beantwoorden en de digitale stukken voor te bereiden. Snel aan de slag. En nou hop op fiets naar de stad toe. Lampjes. We zijn bijna in het centrum. Naar het oude stadhuis. De vergaderlocatie voor de gemeenteraad. En dan dit schitterende uitzicht. Ik ben mezelf aanmelden. Nee, ik ga niet. Dus even kijken. Genoeg leeswerk weer. Onderweg naar de fractievergadering. Om weer snel te vergaderen. Goedenavond allemaal. Hey! En na dat lange vergaderen, tijd voor een borreltje. En dit keer bij de nieuwsreceptie bij onze collega's van de SP. Zo. En na een lange dag, plof ik op de bank. Want morgen weer een dag. Welterusten.